Dit is echt een voorbeeld van een exergame, zoals dat heet, waarin mensen hun balans kunnen verbeteren door ze in de thuissituatie oefeningen te laten doen met een spelcomputer. En daarmee verbeteren ze dus hun beweging. Het Sport Innovator Centrum houdt zich bezig met de innovaties in de sportpraktijk. Van topsport tot amateursport tot ouderen. En het gaat om beter bewegen. Een voorbeeld is dat we samen met het bedrijf Lode een loopband hebben ontwikkeld waar mensen met een beperking met hun eigen rolstoel gemeten kunnen worden en waar mensen dus beter kunnen laten presteren. Dit is ontwikkeld in samenwerking met bewegingswetenschappen, maar ook met andere instituten in Groningen op gebied van sport en revalidatie. Samenwerking is voor ons als bedrijf heel belangrijk. Wij zijn zeg maar de ingenieurs en de marketeers. En we hebben de wetenschap erbij nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Een ander voorbeeld is dat we binnen de topsport, bijvoorbeeld met de FC Groningen, kijken naar het betere presteren van voetballers. Door nieuwe technologie te gebruiken en daar te kijken naar het fysieke en tactische presteren van die sport. Een belangrijk speerpunt is gezond ouder worden. En dat is niet alleen een belangrijk Nederlands thema, maar ook een Europees thema. En we kunnen gebruik maken van een subsidiestroom om nog meer innovaties rondom beter bewegen tot stand te brengen binnen ons centrum.